Nou, hij herkende me nog zonder vogeltje, dat vind ik knap. Dus, nou. Oh, maar de vorige keer was ik ook zonder vogeltje, hè? Op het veld. Ja. Zag ik net pas hier. Ja, nee, maar ik kom meestal om de boel vast te leggen met mijn vogeltje. Maar voordat ik er was, bleek dat het niet mocht. En toen, toen zat ik in één keer in een soort verhoor. Toen ben ik maar weggegaan. Toen werd ik op gefilmd en toen was jij dat. En toen denk ik, vroeg ik me af wie je was, maar het staat er duidelijk op. Hey. Jee, de strijdstaf van een... Oh, geweldig, bravo! Dus hier, Gelderland. Nou, kijk. En wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Wat er is allemaal zo even bent, wat? De vogel vind ik heel lollig. Oh, de vogel vind je heel lollig? Ik ben wel voor 1,5 meter afstand houden. Dat is, Ja, nee, maar als verlies je werk, dat snap ik. Maar gewoon... Nee, maar ook op mijn werk vind ik dat wel... Maar ik zou zeggen... Iedereen moet je respecteren. Oh, dat is een Gelderland. Ja. We maken een bericht over wat er allemaal gebeurt. Oh, wat goed. Radio, TV, onze website. Zo. Zo. Wel meer dan 500. Oh. 500. Ja, dat volgens mij is het opgehaald 1000. Zo. Die heb ik ook al gezien, die 1000. Oh. Meer dan dat. Oh, ja. Meer dan 1000. Oh, hoor je dat? Meer dan 1000. Hij was uit mijn camera. Dan ga ik gewoon naar deze kant. Ik bestond even niet, had ik het idee. Oh. Die bestaat helemaal niet, man. Weet je, als ik dan naar die verslagen krijg, weet je, allemaal mensen opgesloten in het bejaardenhuis, gevangen, krijgen ze onder dwang. Een spuitje, weet ik ook zo erg vind. Mensen die down hebben, die down krijgen gewoon een spuitje zonder dat ze het willen. Down. Die mensen die zijn zo lief. Gaan ze hele lieve mensen een spuitje geven vandaan. Ik zeg boe, boe. Dat vind ik echt zo erg. Alleen daarom moeten ze zelf ook heel veel spuitjes krijgen. 3 dubbele doses of zo. Dus, nou, kijk. De dames hebben een gesprekje gevoerd. Ja, je moet wel... Er komt een dag, dan hebben we gelijk. Er komt een dag, dan hebben we gelijk. Weet ik zeker. Zo. Livestream. Ja. Streamen via Facebook. Ja, alles. Precies. Dat weer. Oh. Ja. Oh, ze zijn. Ja, ze moeten wel, want niemand gelooft ze nog. Niemand. Iedereen denkt, oh, ze lopen ons te bedriegen en ze houden ze ons voor de gek. Daarom. Hè? Dus. Ze durven wel, want ze krijgen. Er gebeurt helemaal niks. Ook al ben je van de tegenpartij. Voor de mondkapjesdictatuur gebeurt er helemaal niks, zie je dat? Nou, dus. En, ik heb het al gehoord, weer 10.000 gele parapluutjes erbij. Weer 10.000. Nou jongens, kom op jongens, we kunnen het. Nou, de busjes hebben zich teruggetrokken. Kijk, hij herkende mij nog. Ik had hem eigenlijk een beetje overvallen. In Apeldoorn was verboden. Hebben ze me onder dwang mijn identiteitsbewijs gevraagd. En toen zei ik, nee, geef het niet, anders had ik meegenomen. Nou ja, dan maar wel. Maar ik zeg, doe het onder dwang. En heb je ook een reden? Nee, zegt hij. Oh ja, verordening. Toen zeg ik, weet je het zeker? Ja, weet het zeker. Ik zeg, maar dat klopt toch niet? Ik ben zelf in een vrij land. Nou, toen, ik ga met u geen discussie aan. Nou, leuk is dat. Terwijl, je moet juist het gesprek, de dialoog met de mensen openen. Of in ieder geval, laat me zitten. Hè? En zo. Nou, ik ga hem even een keer filmen. Oh, daar staan ze, de engeltjes. Hier, die ken ik ook. Als ik wil, kan ik niet naar Zutphen. Oh, nee, die rijden maar niet naar Zutphen. Zo. Hier. Staatsklinen, ze lopen er nog even doorheen. Nou, tuut, tuut, tuut. Zo. Tuut, tuut, tuut. Oh. Oh. Hé. Hey. Nou, zie je dat tuut, tuut? Voetjes van zo. Ja. Ja. Dan gaan ze het op de oh, zijn mensen heel ziek. Je moet wel afstand houden. Ja, dat is echt extreem. Wie is dat dan van zo. Zo. Wow. Ja. Corona is al zo oud als de weg naar Rome. Minimaal. Zo. Ta-da-da. Ta-da-ta-da. Kijk, goede muziek. Ze hebben altijd wel goede muziek hier, gelukkig. Nee, daar betalen we ook voor. Oh nee, het kost helemaal niks. Leuk hè, het kost helemaal niks. Elke week feest kost niks. Zo, hij gaat er weer vandoor. Jee! Mooi man. Maar ja, als je niks kan, moet je zo je geld verdienen, de gehoord. Dus,
Nou, zo. Kijk, dat doen ze altijd. Gaan ze snel. Oh ja, krijgen een gesprekje. Zo. Nou, het was meer dan verwacht. Leuk hè, er waren zoveel mensen. Ze zeggen, nou weet je wat, we maken van 500 gewoon 1000. En als het 1000 maken 2000. Ze wisten niet meer wat, dat vind ik leuk. Ze wouden ze eerst nog tegenhouden, maar ja, dat lukt natuurlijk niet. He, zonnetje erbij, vitamine D, nou dan komen ze eraan hoor. Yay! En in Engeland kregen ze ook klappen. Dus dan denken ze, ja, ze krijgen weer klappen. He, staan we met z'n 10 tegenover 100 man, kan het niet. Dus, oh, nou. Als ze af en toe gingen verlachen, ben ik altijd een beetje afgeleid, maar dat maakt niet uit. He. Je moet mensen gewoon aan het lachen zien te maken, want anders is het om te huilen. Nou, dan word ik even kwijt. Hoi!